Welkom bij vlog 36 van de VVD, de vuile, vieze draaipartij. De partij van de Pinocchio's die dingen zeggen in hun verkiezingsprogramma, maar het vervolgens niet uitvoeren. Het was niet best gisteren. Maar dat meen je toch niet? We vinden elkaar best lief, Vincent. Ja. Dag lieve mensen. Dag. We hebben er twee heel lange vergaderdagen op zitten hier in het stadhuis. We hebben gesproken over de voorjaarsnota. Jan-Willem, wat is de voorjaarsnota? Ja. Wat is een voorjaarsnota? Dit is de nota in het voorjaar, zeg maar in juni. En daarin schrijven we op hoeveel geld er beschikbaar is voor het volgende jaar en hoe dat ongeveer verdeeld gaat worden. Dus eigenlijk staat erin hoe de begroting eruit gaat zien. En dat is ook het moment dat je dus nog bij kan sturen, mee kan geven van nou, we denken dat er wat minder naar dit moet, wat meer naar dat. Iets minder naar armoede, iets meer naar parkeren. Of iets dergelijks. Belangrijk? Het is eigenlijk, als je het goed beschouwt, het belangrijkste moment van het jaar. Dus Vincent, jij bent vol in debat gegaan met de oppositie. Ja, dat was wel even nodig. Het ging over de energietransitie die we op een hele verstandige, voorzichtige manier nu gaan vormgeven. Maar er zijn natuurlijk ook klimaatontkennende partijen zoals Leefbaar Rotterdam. Lijkt af en toe soms wel Leefbaar Athene op de manier waarop zij problemen voor zich uitschuiven en hun oren dicht doen. Alsof er tzatziki in zit. Ja, dat is ongelooflijk. Daar hebben we het over gehad. We hebben het gehad over de financiële keuzes die gemaakt gaan worden straks in november voor de begroting van 2020. Er is heel veel heisa ontstaan over het feit dat we zouden bezuinigen op het ophalen van afval en vuilnis. En de stad is al zo vies. Hoe kan je daar nou 17 miljoen op bezuinigen? Nou, wat is nou het geval? Dat is niet waar. We gaan 0 euro, 0, nada, niente, nothing, gaan we bezuinigen op het schoonhouden van de stad. Sterker nog, we gaan intensiveren. We gaan meer geld uitgeven aan handhavers. Er komen 50 extra handhavers bij, die door middel van flying squads, die dus rond in de stad rijden, met de behulp van camera's, vervuilers, gaan opsporen en aanpakken. Keiharde repressie. Keihard aanpakken, want als jij je vel gewoon maar op straat pleurt, dan hoor je van ons, van de gemeente, gewoon een dikke vette boete te krijgen, want je maakt het vies voor al die Rotterdammers. Nou, dat is dus het verhaal. Oké, afronden. We hebben het nog gehad over, heel vet vind ik, Park op de Hofbogen. Dus wat we wel gaan doen, ondanks dat we ontzettend veel geld, we moesten 271 miljoen, kregen we minder van het Rijk. De Hofbogen, iedereen kent het wel en daar ligt nu helemaal niks op. Daar gaan we gewoon een super vet groen park op leggen. En dat gaat Bert, buitenruimte, gaat dat doen. Dat hebben wij geregeld. Pascal, jij hebt de nodige Rotterdamse harten gestolen deze week. Klopt. Je hebt een voorstel gedaan, vertel eens. Nou, we hebben eigenlijk als fractie, denk ik, een heel belangrijk voorstel gedaan. Om eens te kijken, wat gaan we nou eigenlijk met die oude gebouwen doen, zo uit de 70, 80 jaren. In de tijd van stadsvernieuwing. Dat zijn niet de allermooiste gebouwen die we ooit in Rotterdam hebben gebouwd. En die gaan op een gegeven moment natuurlijk toch op een einde van hun levensduur zitten. En dan kan je twee dingen doen. Dan kan je zeggen, nou, we gaan het nog eens een beetje opknappen. Of je gaat wat rigoureuzer ingrijpen. En we hebben nu eigenlijk aan de raad een voorstel ingediend. Om eens goed naar die panden te kijken, om te kijken wat we daarmee gaan doen. Om daar eens even een echte faceliftplan voor te schrijven. Dat is wat we hebben ingediend en dat heeft een meerderheid gehaald. Dus daar zijn we heel blij mee. Rotterdam wordt er mooier op. Dieke. Tim. Je hebt wat voor elkaar gekregen voor mensen die gewoon net als jij een gezin hebben. En een auto hebben en die graag willen parkeren. Vertel. Nou, de parkeertarieven voor de Rotterdammers hebben we allereerst voor gezorgd die de komende jaren niet gaan stijgen. Dus dat is een onwijs goed punt. Daar hebben wij als hele fractie hard voor gestreden. Ja. Maar we horen wel van heel veel mensen, ja fantastisch, maar als je in het centrum woont, hebben we steeds minder parkeerplek. Want die worden weggehaald. Dus waar moet ik mijn auto kwijt? Na 20 rondjes rijden en bloed, zweet en tranen. Net gek. Kom ik gewoon niet op tijd thuis voor mijn prakkie. Ja. Dus dat gaan we anders doen. We hebben gezegd, ga nou eens uitzoeken of er gemeentelijke of wijkstallingsgarages zijn die plek over hebben. Waar we deze bewoners gewoon kunnen laten parkeren in bijvoorbeeld de avonduren. Super slim. En dan is iedereen blij, precies. Top. En dat is aangenomen. Dus we gaan het onderzoek doen en we gaan in kaart brengen waar zijn die garages. En kunnen wij hierin gaan parkeren en natuurlijk niet heel veel meer betalen, want dat is ook belangrijk. Mooi. En dan is het zo, er wordt aan de Brienenoord geklust over een paar jaar. En jij wil voorkomen dat dat de hele binnenstad vast gaat zetten. Absoluut, want hetgeen waar we geen zin in hebben is dat onze ondernemers hier in de stad, maar ook onze eigen Rotterdammers daar ontzettend veel hinder gaan ondervinden. Ja. Daar gaat hinder komen, dat is evident. Maar als we vervolgens ook het Hofplein gaan opengooien, dan gaan we echt een probleem krijgen. Dus we hebben aan de wethouder gezegd,
hartstikke prima, Brienenoord gaat eruit. Maar we houden de stad wel bereikbaar. Dus ja, ga je iets groots doen, stem je af met ons. En dan kunnen we op tijd ingrijpen als het echt nodig is. Mooi. Dus lekker doorrijden hier en parkeren. Karren. Lekker karremans. Dat is echt. En dan tot slot, wij zijn bezig om een nieuwe website te maken. Want vvdrotterdam.nl... Gaat ook mee met zijn tijd. Juist. En we willen een website die veel nuttiger is voor de mensen. Want u weet, wij zijn doeners. Dus wij willen van de mensen horen wat er moet gebeuren. En de vraag is van, hoe werkt nou een website die voor jullie handig is? Aanstaande donderdag hebben wij een sessie, die gaat erover. Hartstikke leuk, wordt het heel gezellig. Je krijgt er een gratis broodje bij, 's avonds, gratis. Dus kom, meld je aan via de link. Dank.